mijn tuin. En hier kom ik tot rust na mijn werk. Ja, is het erg druk op uw werk? Op het ogenblik redelijk te doen. Goed te doen met de mensen. Het is een heel andere tijd dan 1987, toen ik als HIV-verpleegkundige begon. En nu, ben vergeleken met die tijd, is het heel anders. Het is veel een goed behandelbare aandoening geworden als je toegang hebt tot zorg en toegang hebt tot de medicatie. Denkt u er nog vaak aan terug? Ik denk er nog heel vaak aan terug. Omdat het ook een periode is die je niet mag vergeten. Het is nu wel anders, maar die periode mogen we niet vergeten. En er zijn nu nog steeds in de wereld heel veel mensen die doodgaan aan HIV. Dat moet ontzettend zwaar zijn geweest destijds als verpleegkundige. Het was zwaar als verpleegkundige in die zin. Je had met jonge mensen te maken, mensen van je eigen leeftijd te maken. Mensen die vol in het leven stonden. En daar kwam een streep doorheen en daar werd je mee geconfronteerd. En u was de verpleegkundige van René Klein. Hoe was uw persoonlijke band met René? Iemand die ik wel bewonderde, omdat hij uiteindelijk vooruit kwam dat hij HIV had. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you. Het was echt een prachtige uitzending. Ik heb ook uit die periode en door de jaren heen ontzettend veel geleerd. Ook over vriendschap en hoe belangrijk het is. En over dat je voor elkaar opkomt en de strijd die je moet leveren. En dat nog steeds geleverd moet worden.